Het is tot op vandaag een leidersweg gebleken. Het systeem voor registratie, ticketing en boordcomputer is al 10 jaar geleden aangekondigd. Het werkt nog altijd niet. Er is deze week nog eens over gepraat in de commissie na een vernietigend rapport van het Rekenhof. Welke lessen moeten we daaruit trekken, Björn Soska? Ja, ik heb het ooit in het parlement het monster van Loch Ness genoemd. Hè. Dus af en toe kwam het eens boven, had iemand het gezien. Maar het bestaan ervan werd nog altijd in twijfel getrokken. Ik vind het een zeer pijnlijk dossier. Vooral als je in Brussel nu op dit moment metro en bus neemt, dan werkt dat eigenlijk perfect met je Mobip-kaart. Men heeft dat daar veel beter in elkaar gezet. En de lijn, denk ik, heeft veel te veel hooi op zijn vork genomen. En het uitgangspunt was in het begin goed, maar men heeft er van alles opgebouwd, als je het rapport van de Rekenhof ook leest. En dat kost nu de belastingbetaler op dit moment al een 34 miljoen euro meer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch ben blij dat we het Rekenhof hebben ingeschakeld, want dat was ook niet zo evident. Maar goed, wat gaan we doen? Van een wit blad herbeginnen borduren op wat er is? Nee, van een wit blad herbeginnen, dat lijkt mij met het geld dat is uitgegeven, zou ik dat zeer, daar zou ik het moeilijk mee hebben, want je mag de belastingbetaler dat niet aandoen. Maar ik hoop wel dat we de goede stukken uit Retebo kunnen overhouden, dat men het nu eindelijk operationeel maakt en dat de dingen die niet functioneren, dat men die daar zo snel mogelijk uithaalt. Mijn grote les is van, ik denk dat de lijn soms en vaak hebben overheidsbedrijven dan nog wel eens zelf het warm water wil uitvinden. Ik denk dat je beter op zoek gaat naar goede toepassingen die op de markt zijn. En die door... Men had eens kunnen aankloppen bij de MIVB bijvoorbeeld. De MIVB stel ik gewoon vast. En met mij denk ik heel wat collega's die regelmatig openbaar vervoer in Brussel gebruiken. Daar werkt het systeem perfect. En al jaren. Al jaren. Dus ja. Zo moeilijk kan het niet zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.